Hey Kreeft, welkom. Allereerst gelukkige verjaardag. Ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand juli. Ik ben een beetje later, maar dat is door bepaalde omstandigheden. Dus dank u wel voor jullie geduld, maar ik ben er geraakt. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen. Ga ik gewoon intuïtief aanvoelen en kijken welke boodschappen voor het collectief de Kreeft naar voren mogen komen. Voor de maand juli. Dus we gaan even kijken. Welke boodschappen voor de Kreeft. Als je rare geluiden hoort op de achtergrond, ze zijn hier aan het werken, ze zijn met rolluik aan het vernieuwen. Dus er is wel wat je bonken en sleuren en boren. Dus als je het hoort, neem mij niet kwalijk. Zo, maar gaan we even kijken voor de Kreeft. Wauw. Kreeft, er ligt hier twee keer een nieuw begin. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, stabiliteit, structuur. Het kan zijn dat er geld naar je toe komt. Het kunnen ook materiële geschenken zijn die naar je toe kunnen komen. Maar er ligt wel een start van een nieuwe relatie. En er ligt ook een start van stabiliteit. Het kan zijn dat jij een keuze gaat moeten maken, dat je voor jezelf dingen en plannen bent van kijk welke weg ga ik bewandelen, ga ik naar links, ga ik naar rechts, ga ik rechtdoor, ga ik blijven stilstaan, ga ik terugkeren. Dus je bent wel voor jezelf plannen aan het maken, wat is voor u voor de lange termijn. Maar er ligt wel twee keer een nieuw begin. Sommigen onder jullie hebben te maken met een aardeteken, iemand met leiderschapskwaliteiten, iemand die... Hoe ga ik het zeggen? Sugar daddy? Zo'n persoon is het dus. Het kan zijn dat je deze persoon al kent. Ik heb wel het gevoel, Kreeft, dat jij daar wel heel veel liefde voor hebt. Dat jij deze persoon wel leuk vindt. Het is iemand die zeer vredelievend is, zorgzaam is, financieel heel goed staat, sterk staat. Die je comfort en veiligheid kan bieden. Maar het kan zijn, Kreeft, dat je gaat moeten kiezen tussen twee personen. Ik ga natuurlijk niet voor iedereen zijn. Maar we gaan een keer clarify. We gaan een keer kijken wat er nog meer mag uitkomen. Ik ga proberen om de readings korter te houden. Ik heb ook het gevoel, Kreeft, dat er iets van waarheid naar boven gaat komen. Duidelijkheid, inzichten, verheldering. En dat gaat u een teken zijn van, deze pad kan ik eigenlijk bewandelen. We gaan even kijken. Er is wel iets tot een einde gekomen. Een definitieve einde gekomen. Kan met een schorpioen zijn, hoeft natuurlijk niet. Maar er zijn nog bepaalde zaken die je mag loslaten. Zodat veranderingen kunnen komen. Dus we gaan even kijken. Ik heb het gevoel dat je het gelijk duidelijker gaat zien, verhelderend gaat zien. Ik heb twee keer dezelfde kaart. Het kan zijn,
kreeft dat je te maken hebt met een bepaalde persoon. Kan een steenbok zijn, kan een leeuw zijn, kan een luchtteken zijn, kan een ram zijn. Het kan zijn dat je te maken hebt met een bepaalde persoon die nogal materialistisch kan zijn. Ik vind dat nooit niet verkeerd materialistisch zijn. Maar het is iemand die wel een beetje egoïstisch kan zijn. Een gevoel van, wat als ik dit geef, wat ga ik ervoor terugkrijgen? Zo'n soort van energie ligt er eigenlijk. Maar ik voel wel dat er hier duidelijke afspraken gaan gemaakt worden. Dat er hier duidelijk gaat gecommuniceerd worden. Want je hebt 3 kaarten van verlichting. Dus de zon gaat eigenlijk uiteindelijk licht brengen. Dus er gaat iets aan het licht komen. Dus het kan zijn dat jij opeens een inzicht gaat krijgen waarvan je te maken hebt met een bepaalde persoon. En dat deze persoon nogal koppig en eigenwijs kan zijn. Er is iemand die zich nog vastklampt aan een bepaald iets. En ik heb het gevoel dat dat financiën zijn en materialisme is. En dat is iets wat dat open gaat trekken. Dat is iets wat dat u een inzicht gaat geven. En het zal wel een plotse inzicht zijn die je gaat krijgen. Want er is een doorn die gaat vallen. Maar ik ga hier toch nog dieper op ingaan. Kijken wat er nog meer mag uitkomen. Waarom dat die persoon zo koppig en eigenwijs is. Oké, als je met een bepaalde persoon geen contact hebt, er gaat wel contact komen. You will receive a phone call, text messages very soon. En dat is van iemand die nogal... Oei, dat is een kaart gedraaid. Dat is nogal iemand die... kan zijn dat je te maken hebt met een runner. Iemand die is gaan lopen, die een verzoening wilt, die een besef heeft van, ja, mijn kreeft kan mij eigenlijk wel gelukkig maken, want je gaat deze persoon... horen. Dit is iemand die van zich gaat laten horen en het kan zijn dat deze persoon, ik heb toch het gevoel dat dat iemand is die een beetje egoïstisch is, zo koppig, eigenwijs, eigenzinnig, maar er ligt hier wel een energie van hold back, turn around, this is not your path anymore, move away from this person. Dit is iemand die zich nog vastklampt aan een bepaald iets, kan een andere persoon zijn, een ex-geliefde of zo. Waarover dat het gaat in verband met de financiën, dat ze elkaar niet kunnen loslaten in verband met de financiën, met het geld eigenlijk. Waarvan dan zeer boven zeggen van kijk, kreeft, stop, ga weg, dit is uw pad niet meer. Dit is geen persoon die uiteindelijk gelukkig gaat maken. Want ik heb het gevoel dat je toch gaat kiezen tussen 2 personen, want er ligt hier een volledig nieuw begin. En je gaat die verheldering krijgen, die duidelijkheid krijgen. Het kan zijn dat je met deze persoon gaat communiceren, als deze persoon contact heeft opgenomen. En dan ga je die plotse inzichten krijgen. Zo van, het is misschien toch mijn pad niet met die persoon. Want er komt justice. Kijk, nee. Dus als je te maken hebt met een bepaalde persoon, deze persoon is uw pad niet, maar er komt justice. The truth is coming out. Dus er komt wel waarheid naar boven. De zon gaat alles opentrekken. Als jij deze persoon achterlaat of voor jezelf kiest, ga ik maar zeggen, dan komt al het geluk naar je toe. Want de zon is een van de beste, positiefste kaarten die je maar kan hebben in de tarot. En alles gaat openbreken. Alles gaat naar boven komen. De waarheid komt naar boven. The truth is coming out. Ik heb het gevoel, van mij moet je dat niet doen. Het is een soort richtingaanwijzer die je kan geven met de kaarten. Maar ik heb het gevoel, als je dus inderdaad stopt met deze persoon, je kan wel nog communiceren en dingen uitklaren. En als je dan voor jezelf kiest, dan gaat het geluk op je pad komen. Het zou je geluk kunnen zijn als je voor jezelf gaat kiezen.
Ja, sommigen onder jullie hebben echt te maken met een twin flame energie. Kan een luchtteken zijn, tweeling, weegschaal, waterman. Maar het is eigenlijk karma die jullie eigenlijk moeten leren, samen. Dit is wel iemand die je gaat beginnen chasen. Eens jij stop gaat zetten, een lijn gaat trekken en je gaat verder, dan gaat deze persoon je achterna zetten op de divine timing. Maar sommigen onder jullie hebben echt wel te maken met een twin flame, dus de triggers komen eigenlijk naar boven. Er moeten eigenlijk obstakels overwonnen worden. Twin flame connection is niet voor iedereen, want niet iedereen heeft zijn twin flame in dit leven op zijn haar pad. We gaan een keer verder kijken, want er moet hier een keuze gemaakt worden. Het kan misschien zijn dat de persoon waar jij mee te maken hebt, dat deze persoon een keus moet maken tussen twee, tussen u en iemand anders, want er wordt zich nog vastgeklampt aan een bepaald iets. Het kan zijn dat deze persoon eerst karma moet leren met iemand anders, maar dat jullie effectief wel twin flames zijn, maar dat jullie op deze tijd nog niet bij elkaar kunnen komen. Dus neem wat dat resoneert natuurlijk. We gaan even verder kijken. Er ligt hier wel heel, heel sterk Leo. Ofwel heb je ergens Leo in je chart, maar ik heb hier nu drie kaarten van het sterrenbeeld Leo. Voor mij is het wel een zeer mannelijke energie. Iemand die zeer ambitieus is, heel veel passie in zich heeft, steeds het doel bereikt, maar moe is van te vechten. Maar toch al de macht, maar toch al de kracht en de moed bijeenraapt. Dit is echt iemand met een heel, heel groot hart. En deze persoon moet een keuze maken. Het kan zijn, Kreeft, dat jij te maken hebt met een bepaalde persoon. Ik zal maar een voorbeeld geven met een leeuw. En dat deze leeuw, dus uw persoon, nog te maken heeft met een ex-geliefde die zich nog vastklampt aan uw persoon. Zo kan ik het beter uitleggen op die manier. Want er ligt hier een energie van niet opgeven, want er gaat actie ondernomen worden. Er is ook heel veel lust naar elkaar toe. Voor sommigen onder jullie heb je te maken met een bepaalde persoon die eigenlijk nog in een vaste, lange, stabiele relatie zit. En dat deze persoon financieel zich nog vastklampt. Dit is het stukje karma die moet geleerd worden, maar dat jullie twin flames zijn. Dit is iemand die sowieso actie gaat ondernemen en de wapens zijn niet neergelegd. Ik heb ook boogschutterenergie. Dit is geen opgever. Dit is iemand die echt al de kracht en de moed bijeenraapt. Heel veel lust ook voelt. En dit is eigenlijk de persoon die de keuze gaat maken. Dit is iemand die liegt tegen zichzelf. Je hebt te maken met iemand die niet eerlijk is naar zichzelf toe. Maar de waarheid gaat uiteindelijk naar boven komen. En het kan zijn inderdaad dat er een andere man in het spel zit, een derde partij. Dus zoals ik zei, als ik nu tegen de mannen aan het babbelen ben, uw persoon is een vrouw, dan is deze persoon, de derde persoon, deze man, de derde partij die uw persoon niet kan loslaten. Want ik heb een heel sterke mannelijke energie. Als dit niet het geval is, dan kan het een broer, een vader, een neef of een gewone vriend zijn die de derde partij is.
Ja, het is wel iemand die mama's kindje is. Deze derde persoon, deze man, is een mama's kindje. Kan zijn dat deze persoon te maken heeft met een narcistische moeder. Want er worden hier dingen vastgeklampt. Het hart bewaken. Maar er gaat heel veel naar boven komen. Ja, deze persoon heeft eigenlijk zorgen, maakt zich zorgen. Maar het is eigenlijk niet nodig. Mocht jij je zorgen maken, Kreeft, het is ook eerlijk gezegd niet nodig. Want deze persoon gaat uiteindelijk terugkomen. Dit is iemand die uiteindelijk van zich gaat laten horen. Maar toch is er iets wat dat niet uw pad is. Ik heb meer de indruk dat het nu voor het moment uw pad nog niet is. Dit is iemand die nog bepaalde dingen gaat moeten afhandelen. De lessen nog gaat moeten leren. Maar er gaat zoveel duidelijkheid naar boven komen. Er gaat zoveel waarheid gesproken worden. Ik voel wel dat er hier diepe gesprekken gaan plaatsvinden. Dat gaat sowieso gebeuren. Want dit is iemand die echt wel heel veel passie voor je heeft. En die niet wil opgeven op dit moment. Maar er zit een derde persoon in de weg. Hoeft niet romantisch te zijn. Het gaat niet voor iedereen zijn. Het kan puur een broer, een neef, een vader, een onkel, een simpelweg, een vriend. Maar de zon gaat alles tot het licht brengen. Ja, passionele communicatie naar elkaar toestappen. Ik heb weer al leeuw. Hier ligt zo sterk leeuw. Ofwel heb je leeuw in je chart, ofwel heb je te maken met een leeuw. Ik heb ook heel sterk boogschutter. Ik heb ook tweeling, visenergie. En ik heb hier weer al leeuw. De persoon die leeuwsterrenbeeld heeft, heeft heel veel zorgen. Heel veel kopzorgen. Er is iemand op dit moment die qua stabiliteit stilstaat. Maar ik zie jullie naar elkaar toe stappen. Je gaat deze persoon horen tussen nu en 8 dagen. Dit is echt iemand die heel veel passie heeft. Een heel groot warm hart heeft. Ik zie jullie naar elkaar toe stappen. Maar op dit moment is het een traag proces. Want deze persoon staat stil. Het paard staat stil, dus het is een heel traag proces. Het is toch wel iemand die stabiel in het leven staat. Het kan zijn, Kreeft, dat je te maken hebt met een bepaalde persoon die met het hart volledig helemaal voorzichtig is, die zich op dit moment kwetsbaar niet kan openstellen. Daar gaan er gesprekken rond liggen. Maar let op, want we hebben hier een derde partij, een andere man. Ik heb niet echt het gevoel dat het romantisch is. Oei, de kaarten vallen hier allemaal op de grond. Het is veel te veel. We hebben hier te maken met een runner. Deze kaart was in het begin ook al omgedraaid in de tech. En we hebben echt wel te... Sommigen onder jullie hebben echt te maken met een twin flame energie. De runner en daarnet hadden we de chaser. Ik heb het gevoel dat uw persoon moet eerst dingen afhandelen met iemand anders. Kan met deze man zijn. Ik heb gelijk de indruk dat kent dat de boodschappen zijn voor de mannen onder jullie. Tenzij...
dat ik voor hetzelfde geslacht aan het invoelen ben. Man, man. Neem wat dat resoneert, we gaan een keer kijken welke liefdesboodschap je mooi ontvangen krijgt. Ik heb heel sterk leeuw, boogschutter. Ik heb 1, 2, 3, 4 keer de kaarten van leeuw. Luchtteken. Tweeling. Tweeling, waterman en weegschaal. Boogschutter heb ik ook. En steenbok. Welke liefdesboodschap mag ik de kreeft ontvangen? Oké. Klak. Need time. Takes time. In time. Cycles. Time to heal. Progress. Ja, er moeten nog dingen afgewerkt worden. Het is nu, op dit moment, de tijd niet. Het is niet het moment. Dit is iemand die eerst dingen gaat moeten afhandelen. Je hebt te maken met een runner. En deze persoon moet eerst bepaalde cyclussen, fases gaan afronden. En ik denk dat het daardoor, dan ze willen zeggen, het is nu uw pad niet. Maar zet zeker uw pad niet op on hold. Maar deze persoon komt sowieso naar u toe, tussen nu en 8 dagen. Zo kreeft. Ik hoop dat je antwoorden toch hebt mogen vinden in deze reading. En dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ook bedankt voor jullie geduld. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.